het leven een donder zijn. Ik kijk het vanaf die kant. Standpunt. Je staat stil. Twee standpunten en dan gaan ze zeggen. Wel eens niets. Als ze nou eens zouden lopen naar de andere kant. Dan zouden ze nou ja zeggen. Deze kant staat niet dus. Alles is een bewijs. Het is maar hoe je kijkt. Je hebt verzand de prijs als je ergens over schijkt. Mensen willen hou vast. Want als je de vraagtekens legt, vraagtekens laat zijn. Dan zijn we weer open. Ondertussen werd je knapper, maar de ruimte werd steeds krapper totdat je knapt. We gaan even brainstormen. Waar vind jij dat het over moet gaan in een kerk? Heeft er iemand een idee? Mensen om je heen. Bijvoorbeeld je karakter. Nou ja. Als je helemaal sukkel bent, dan blijf je sukkel hoor. Ik kan niks aan doen. Je moet maar afwachten, ja, hè? Ja. Of het lukt. Of je iets kan veranderen. Hoe kunnen wij dan iemand ergens de schuld van geven? Hoe kunnen wij dan iemand wat verwijten? En de andere kant is ook dat je dus nergens voor hoeft te schamen. Ik had van de week als een man een rode stoel op boven. Die zei ik ook fris. Kun je wel uitlachen? Kun er niks aan doen? Kijk, dat is mooi, want als je weet dat je er niks aan kunt doen, heb je ook niks om je voor te schamen. Is er nog een onderwerp? Hebben we nog? We zijn op de helft. Hou je het nog uit? Of moet ik even iets doen wat luchtiger is? Er was een giraf. Herman heet hij. Hij wou een blaadje eten, maar hij kon er niet bij. Zullen we bellen blazen? Ja hoor. Of niet, hè? Want ik ben een beetje eng. Ja, ik ben wel een beetje eng. Voor heel veel mensen ben ik echt een beetje eng. Doe je ook even mee? Ja, ik wel. Leuk. Wat voel ik me nou beroerd, zeg? Ik moet eigenlijk bellen blazen. En dan kijk je ernaar. En denk je, ja, alles gaat voorbij. Als je geen contrast hebt in een maaltijd waar je net zo printa eet. Dat is eigenlijk met alles. Zit allemaal aan elkaar vast, hè? Als je een keer verdriet hebt, staat daar de lol van de andere keer weer tegenover. Gewoon helemaal in balans, maar wij onthouden al die nare dingen natuurlijk veel beter, want we klampen ons eraan vast. Mensen willen de hele tijd hou vast hebben en dat is het enige probleem. Bedankt voor jullie belangstelling.